Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met een mooie sneeuwfoto van Marij Bouwers uit Simpelveld. Die foto is vanmiddag genomen. Aan het begin van de middag toen viel er behoorlijke sneeuw in de heuvels van Limburg. Het was wel natte sneeuw, want je ziet het: de auto's maken meteen sporen, en rijden de natte sneeuw meteen eigenlijk weg. De sneeuw smolt dan ook snel nadat het droog werd. Temperaturen liepen op naar zo'n 3 à 4 graden in het zuiden van Limburg. Maar toch even een echte witte wereld. En dat gaan we denk ik de komende dagen vaker zien. Maar niet in het hele land. En of het ook echt langdurig wit wordt, dat betwijfel ik ook. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met de situatie op de weerkaart. We hadden vandaag een lage drukgebied vlak voor de kust liggen. En die trekt komende nacht over ons land. Die gaat dus die kant op. En daardoor krijgen we behoorlijke verschillen. Heel veel wind bijvoorbeeld in Zeeland. Hier en daar weer winterse neerslag. En uh, de temperaturen die, uh, laten ook behoorlijke variatie zien. Daar kom ik zo op terug. Maar later dan komen we terecht in dit gebied. Met een koude noordelijke stroming. Komt er dan uh, ja, toch eigenlijk wel gewoon echt winterlucht naar ons land toe. En dat levert dan wat vaker sneeuw op. Waarschijnlijk op zaterdag. En daarna een paar dagen met echte vorst. Goed, we zetten de boel even in beweging. Zien dat lage drukgebied inderdaad vanavond en vannacht over Noord-Nederland naar Duitsland trekken. Vooral in Duitsland op uitgebreide schaal sneeuw. Als je dit weekend richting de Alpen gaat en je gaat op vrijdag al rijden, hou dan rekening met de sneeuw op de wegen en dus een langere reistijd. Zaterdag in Nederland een paar sneeuwbuien, grootste kans in het noorden en oosten. En daarna zorgt het hoge drukgebied ervoor dat we rustig weer krijgen met geregeld zon en temperaturen die nog wat dalen. Vanavond grote verschillen. In Zeeland veel wind, misschien zelfs wel windkracht 8 of 9. Dat is dus kans op een Noordwestenstorm. Windstoten tot 100 km per uur. Meeste wind in Zeeuws, Vlaanderen en Wolgeren. Maar ook uh, Hoek van Holland bijvoorbeeld, daar kan het toch behoorlijk waaien. Verder veel buien, winterse buien. En zoals al gezegd, in de Limburgse heuvels is de kans op uh, wat wittigheid het grootst op de grond. Temperaturen vanavond 1 tot 5 graden. In de nacht dan min 1 graden in het noordoosten. Daar staat droog bij een enkele opklaring. En in het binnenland ligt de temperatuur rond of iets boven het vriespunt. Natte weggedeeltes kunnen in het hele oosten glad worden. Voorzichtig dus, zowel in het noordoosten als in het zuidoosten. En niet alleen dus door sneeuw, maar ook door bevriezing. In het westen is die kans minimaal. Daar ligt de temperatuur tussen de 1 en de 3 graden. En ook het wegdek blijft daar boven nul. De wind aan zee. Die blijft stevig doorwaaien, vooral nog steeds in Zeeland. En dat geldt ook voor morgen overdag. Nog steeds veel wind in Zeeland. Ongeveer in dit gebied. Daar ten westen van windkracht 6 à 7 uit het noordwesten. In de rest van het land staat minder wind. In het noordoosten is het zelfs vrij rustig. Temperaturen in Groningen 3 graden, in het zuidwesten 6 graden. En vooral in het westen en zuiden valt er veel regen. Soms ook natte sneeuw of hagel. Maar het zijn vooral regenbuien. Dan nou wat verder vooruit, naar de zaterdag. Dan krijgen we dus te maken met wat meer sneeuwbuien. Grootste kans op een wit landschap in het noorden en oosten. Misschien op een enkele plekken als het echt mee zit, 3 centimeter sneeuw. Maar je ziet het ook, de maxima plus 2 graden. Dus als die sneeuw vroeg in de middag valt, smelt het gewoon weer weg. In het midden en westen niets van dat alles, naar 4 à 5 graden. In het zuidoosten plus 1. In de nacht naar zondag dan overal vorst, 0 tot min 5 graden. En zondag overdag blijft het vriezen langs de oostgrens. In het westen wordt het plus 2. Ook maandag een echte winterdag. In de nacht ligt het tot matige vorst en overdag temperaturen rond of iets onder het vriespunt. En houdt die winter dan lang stand? Nou, daar lijkt het niet op. We zien toch een duidelijk stijgende tendens. En of het dan dinsdag al gaat uh, zachter worden of pas woensdag, dat is nog even de vraag. En of die overgang ook weer gepaard gaat met de winterse neerslag, is ook nog onzeker. Maar dat de temperatuur weer fors omhoog gaat, dat lijkt wel zeker. Dus één wintersweekend, het volgende weekend plus 5 tot plus 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.